We beginnen de week van FC Utrecht met het bezoek van de jarige Mihai Nesu aan de Galgenwaard. Soccer was my life and is still my life and I'm always happy to come to FC Utrecht where I spent my last years and I want to thank the beautiful supporters that they are here today. They did something special for me and for my foundation, and thanks for the board of FC Utrecht for everything they did for my foundation and for the children that we help. Een van die dingen die Utrecht organiseert is een veiling. De shirts van de spelers werden geveild en de opbrengst gaat naar de stichting van Mihai Nesu. 600 euro, 650 ton van Hal tegen Du Châtillet. Eenmaal, andermaal, Ton Du Châtillet, kom naar voren, geweldig. Ik was bij het ongeluk toen ik trainer was bij Utrecht, toen het met Mihai gebeurde. En, ik zat net op de tribune en dan gaat dat spandoek omhoog. En dan kan je wel een hele grote jongen zijn, maar dan krijg je toch een beetje tranen in je ogen. En dan krijg je de koude rillingen hoe dat gegaan is. Omdat je het nog op je netvlies hebt staan, hoe dat gebeurde. En dan vind ik het niet meer dan terecht dat je als oud trainer een leuk bot doet op een shirt van Moulenga. In totaal werd er 18.000 euro voor de foundation opgehaald. Maar belangrijker is nog wel dat het steeds beter gaat met Nesu. I get stronger after almost 2 years of injury. I made a lot of improvements and I feel my body stronger. That's why I can do more things and can do more activities and I'm happy for that. Yeah, and mentally you look stronger too. Yeah, of course I'm also mentally stronger because I see that I do progress and that gives me hope for a future. And it makes me also happy. Buiten het stadion was er weer een fanvillage opgebouwd waar de kinderen konden spelen voor aanvang van de wedstrijd. En laten we daar eens naar gaan kijken. Duplan. Moulenga terugleggen, niet onaardig. Inzet van der Gun, redding Kurto. Utrecht begint goed aan de wedstrijd, maar dan krijgt Roda even het initiatief. Kuts komt voor zijn tegenstander. Ruiter in een reflex en de herkansing voor Malky gaat er niet in. Opmerkelijk. Duplan, ja, kijk eerst of er zelf wat te halen valt. Dat gaat dus niet. En nu, bij toeval, Duplan onderuit gehaald, strafschot. En ook nog rood voor Tamata. Op het moment dat ik fluit voor pingel. Een wat? Voor penalty is het ook een rode kaart voor het ontnemen van een duidelijke scoringskans. Absoluut. En dan mag Moulenga aanleggen voor zijn 10e van het seizoen. En hij schiet die bal gewoon door het midden. En bezorgt Utrecht een 1-0 voorsprong. Wuiters, nou probeer hem maar. 1,19 meter. Wuiters, wat een geweldig mooie goal. Ja, dan Mihai die zit daar boven natuurlijk. Ja, het is altijd leuk als hij terugkomt. Dat doet hij niet zo vaak, maar ja. Je ziet nog als gisteren gebeuren hoe dat ongeval. En je pakt het toch mee in je carrière. En deze was speciaal voor hem. Duplan. Van der Gun. Moulenga. Duplan. En uiteindelijk kwijt die bal naast. Via Jens Toornstra. Is het nu bij de strot grijpen en doordrukken? Nou. Laten we gewoon gaan voetballen. Drop en erover. Goed meegegeven. Moulenga. Een reflex van Kurto, maar een reflex is niet voldoende om de derde van Utrecht te voorkomen. Die komt van oor. Well, I'm just happy to get that off my shoulders, I guess. But I guess the most important thing today was that the team won. And yeah, I thought we performed very well. So yeah, I'm just very happy. Moulenga, bij toeval. Moulenga, omdat hij zo sterk is, blijft hij op de benen en maakt hij 4-0. Elroy Papot mag dan nog debuteren in het shirt van Utrecht. Hij zat op de bank omdat Shaki op de training ongelukkig zijn pols heeft gebroken. Hij is de rest van het seizoen uitgeschakeld. En Papot, die bijna denkt zijn debuut te kunnen bekronen met een goal. Binnen jaag ik, maar ik blijf koeltjes. Ja, maar dit is toch fantastisch? Ja, tuurlijk. Dit is zeker fantastisch. Hier doe je het allemaal voor. Hier heb ik keihard voor getraind elke dag. En ja, nu hoop ik dat ik vanwege Shaki's blessure wat meer speelminuten mag krijgen. Neem taart met de pers, man. Ja.